Welkom, leuk dat je luistert. Aflevering 14, alweer van de Bouwnijverheid Podcast. Een podcast waarin opiniemaker en columnist Bart Nijman en ik, zei direct Peter Bouwman, elke week de stand van het land en de wereld bespreken. En uh, dit, deze week is het het Land, de Verenigde Staten van Amerika. Uh, Bart. Peter. Ik heb um, 26,99 euro en 99 centen betaald voor deze pet. Het is inmiddels de meest nutteloze pet op aarde. Jij hebt nog een soort van tijdloze quote. Dit is gewoon Madam President 2024. En ik zou toch zeggen: met deze zeer onbekende Nederlander die de pet gedragen heeft, het bieden mag beginnen met 50 euro voor deze pet. En dan uh, krijg je hem binnen een week thuis bezorgd. Um, ja, Bart, het was, niet eens een het was niet eens een klein verschil. Het was een groot verschil. Donald J. Trump gewonnen. En behoorlijk ook nog. En de popular, zeggen, popular, vote. popular vote deze keer ook nog. Oh ja. Oh, knap voor Republikeinen. Jullie hebben een keer de popular vote gevonden. Voor het eerst in twintig uh, jaar of zo. Zegt veel, zegt veel. Ook de Senaat is de kant van de Republikeinen opgezwaaid. Ja, en nee, mij hoef je niet te feliciteren natuurlijk. Want ik heb geen stemrecht. Ik ben geen Amerikaan. Ook al heb ik mezelf een beetje gecostumeerd vandaag. Ik heb een... With badgers. Uh, ja, ik heb een t-shirtje van de University of Wisconsin uit de kast gevist. Dat had ik uh, als uh, artefact bewaard. Het is iets te klein. Het is volwassen. Uh, er zitten van die zoutplekken onder de oksels. Dus ik zal mijn armen omlaag houden. Maar uh, ik heb die uh, uit, uit nostalgie nooit weggegooid. Ik zat daar in 2009, dus het shirtje is uh, laten we zeggen niet met mij meegegroeid <laughs> fysieke omgang. Maar nou, ik gelegenheid... vertelde me net voor de uitzending dat jij toen heel buff was. Ja, ik fitnesste mezelf helemaal schil in die tijd. En uh, dan, ja, die tijd is voorbij, zullen we maar heel kort zeggen. <laughs> maar nee, ik heb, ja. ik heb wel, uh, dit zijn wel dagen van gloat en glee, moet ik toch zeggen. Want ik ben geen hele grote Trump-fan. Ik heb natuurlijk aangegeven dat ik ook geen uh, anti-Trumper ben. En ook, ook dat ik hoopte dat hij won. Maar uh, ik. En ik, ja, dat glooten, dat, dat ga je goed op hè, nu. Ja, ik vind dat toch stiekem wel fijn. Ik moet uh, aan alle Trump-haters, uh, ik moet ze meegeven, ze zijn minder heftig. Aan het uh, janken dan uh, in 2016. Toen was het echt niet te harde. Maar ja, toen ze in één jaar kregen ze natuurlijk ons Oekraïne-referendum, daarna de Brexit en toen ook nog Trump. Dus dat was natuurlijk een uh, rampjaar voor die mensen. En ja. uh, dit jaar, ik, ik had het idee, ik zag beelden van, een, uh, van de, de uh, Democratische bijeenkomst. Uh, van van uh, supporters van Harris die achter de hekken hangen en die allemaal zo heel bedrukt kijken en zo. En ik kan me nog herinneren dat bij uh, Clinton was het echt hysterisch huilen nee. en uh, totaal uh, decorumverlies was daar aan de hand toen. En dat was nu niet. Je zag mensen met bedrukte gezichten, maar ook met een soort van: ja, goh, we zijn niet heel verrast dat deze vrouw het niet gered heeft. Nee. Nou, jij liet me een heerlijke foto zien van uh, Eelco van achter de het bos via uh, Roosendaal en terug. Uh, <laughs> deze foto, <laughs> als, je, als je kijkt met beeld, een hele leuke foto. Ik, ik, eh, maar, ik uh, heb hem ook in breed beeld, ik zal hem wel als plaatje voor de, voor de podcast gebruiken. <laughs> Leuk. Um, hoe is het zover kunnen komen? Nou ja, het is natuurlijk achteraf heel makkelijk roepen dat, het, uh, dat, het, dat je het wel aan kon zien komen. Want ik heb, we hebben het er vorige week over gehad, expliciet niet gezegd wie er zou winnen hooguit dat de sfeer in het voordeel van Trump leek te keren in de laatste weken... in de run-up naar gisteravond, gisteren gister overdag in Amerika. Maar je, ja, het, het was toch weer uh, het internet dat, uh, dat die sfeer beter aanvoelt... en beter reflecteert dan, dan de mainstream media... die zich toch tot het laatste snik vast blijven houden aan het feit... dat de man uh, Trump een veroordeelde felon is. Het is de eerste keer dat een convicted felon tot president is gekozen... En al zijn andere fouten en, en gaten in zijn karakter en uh, noem alles maar op wat je kan bedenken over deze man. Maar voor het voetlicht bleven trekken terwijl de Harris-campagne uh, letterlijk de Hitler-vergelijkingen uh, van stal trok. En uh, Joe Biden zich nog min of meer versprak, maar toch hardop eerlijk zei wat hij ervan dacht. Namelijk dat de Republikeinse kiezers allemaal garbage zijn. En in die combi zag je wel hoe Trump eigenlijk niet eens echt gas hoefde te geven. Hij, uh, in 2016 was hij natuurlijk... 2015, 16 was hij... agressief en bot en schelde op zijn tegenstanders. En zo begon de campagne... nu ook wel een beetje, maar zeker... Nou, nou van... de in, in Madison Square Garden... Wat, daar werd echt veel haat gespuit. Ik moet wel zeggen, wel minder door Trump. Trump is nu iets meer aan de humorkant. Ja, dat bedoel ik. Maar alle mensen ik. om hem heen... zeg maar, We dat is wel echt heftig. Zelfs die, die vind ik... Uh, minder heftig dan toen... Ik, vond, ik, had toen, ik merkte het aan mijn eigen en ik hoorde het overigens echt wel van een aantal andere mensen ook. Ik sprak... Uit de Van Amerongen was dit weekend jarig, dus er waren wat uh, bekende Is en minder it? bekende mensen in de, in de Algarve bij ons. En ik zal niet uit de school klappen over wie wat zei, maar ik sprak wel mensen uit van wie je het niet per se verwacht. Die zeiden dat ze ook milder ten opzichte van Trump stonden dan toen. Omdat Trump toch wel wat grappiger was en die democraten echt geen millimeter... Uh, progressie hebben gemaakt in hun eigen positie en opvatting. En dat ze maar blijven herhalen dat hij het over very fine people on both sides had. destijds wat een leugen was. Ze blijven die Russian collusion proberen erin te fietsen. Ik sprak ook iemand dit weekend die zei. Ja, ik, 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 ik snap dat hij een beetje fout zat met die porno maar de, de manier waarop ze de, de, de full force of the law op hem hebben losgelaten. vond ik ook niet fris. Dus de, het smaakt allemaal een beetje alsof democraten ook zichzelf toch hebben ondermijnd. En ik las ook nog een fantastisch artikel. Uh, op de Free Press, op Substack. Van ook gewoon een, een linkstemmende Trump-hater. Die uh, een fantastische parallel trok tussen de bullshit van Donald Trump. Dus het zwatelen en het oude hoeren. En zich niks aan de waarheid gelegen laten als dat een goed verhaal in de weg zou kunnen staan. Tegenover het liegen van uh, de media over het stieldossier. Over de Hunter Biden-laptop, dat soort dingen. Uh, en dan daartussenin. Uh, dat Amerikanen een bullshitter wel kunnen waarderen, maar een leugenaar niet. En dat op die manier Trump toch een beetje die, uh, beter wegkomt met die onzin dan, dan de mensen die hem willen bestrijden. En dat uh, vond, ik ook, uh, vond ik ook wel een faire duiding eigenlijk. Er is gewoon een verschil, er is echt een retorisch verschil tussen bullshitten en liegen. En, uh, en, en met bullshitten kom je dus verder dan met, uh, dan met liegen. Dat, uh... nou, je kan proberen de bullshit te bestrijden, maar niet als je dat met leugens doet. Dat ja. is het gebleken. Maar is het, is het ook niet zo dat Biden kwam binnen vier jaar geleden met: oké, okay, we gaan luisteren naar beide kanten. En vervolgens is dat dus totaal niet gebeurd. Het is gewoon het, dezelfde oude democratische retoriek gebleven. Ze hebben ook een opvolger benoemd. Er is ook helemaal geen verkiezing geweest. Wat ook heel raar is. Ze hebben Biden veel te laat uh, zeg maar weerhouden dat hij, uh, dat hij nog een keer moest gaan. Is dat niet het probleem? Dat er is niet een grassroots movement opgekomen... van we gaan een tegenstander voor Trump kiezen... en dan was het misschien Piet Buttigieg geworden... die het misschien ook niet had gered. Maar dan had je in ieder geval een verkiezing gehad. Van, over van Buttigieg zag ik nog een filmpje... een deel van een filmpje... dat hij met 24, 25 undecided voters in het de, in debat ging. Waaronder ook mensen die naar Trump neigden. En hij uh, retorisch vriendelijk... Hij gaat ook naar Fox. Ja, hij staat open voor die andere geluiden. En hij ja. geeft antwoord op die... die uh, nou ja, ook, ook niet alles wat hij dan zegt is... Feitelijk waar over Trump. Maar hij, ging in ieder geval, ik, hij zou een sympathiekere kandidaat voor deze verkiezingen zijn geweest dan Harris. En ook sowieso een retorisch een sterkere, inhoudelijk een betere. Uh, maar ja, dat is als je even inderdaad die paar stappen teruggaat. We hebben het hier eerder over gehad. In 2020 was Biden eigenlijk al uh, aan het aftakelen. Niet meer helemaal cognitief in staat uh, om te doen wat hij moest gaan doen. Uh, daar is jarenlang over gelogen door de Democratische Partij en door de meeste media. Dat heeft zich op het laatste moment, in, na één debat met Trump, heeft zich dat uh, gewroken. Uh, moesten ze hem op stel en sprong vervangen. Daarna zijn de media gaan doen alsof het allemaal heel logisch Biden's was. Een, alsof het Biden zijn beslissing was. Wat knap dat hij ja. aftreedt. Dat was natuurlijk gelul. Hij is weggestuurd door Pelosi. Ja, en, uh, en, en uh, heeft uh, is later ook gebleken dat hij eigenlijk helemaal niet wilde. Hè. Ze hebben hem kicking en screaming uh, uit zijn... Uh, uit zijn kandidatuur moeten trekken. Vervolgens moesten we wel net doen alsof hij nog in staat was om een president te zijn. We moesten ook aanhoren dat uh, Harris de beste keus was en de enige optie en uh, dat er helemaal geen interne verkiezing nodig was. Omdat, daar gingen de media ook weer in mee. Die gingen mee in het kutsmoesje dat, het, uh, dat er nou helemaal geen tijd voor was. En uh, nou ja, dat soort dingen. Dus de democratie mocht daar gratis ondermijnd worden en gratis genegeerd worden. En dat is partijdemocratie en geen landelijke democratie. Dus, uh, kun je nog denken van ja, goh, alsof... Uh, letterlijk mag het. Ja, en alsof Rob jette bij D66 uh, op, een, uh, op een normale manier de baas geworden is. De interne partijdemocratie is sowieso een beetje een fars. Ook bij Nederlandse partijen vaak, et cetera. Dus zo'n ramp is dat niet. Alleen als de media meegaan in het narratief... dat dit de beste manier is en dat zij de beste kandidaat is... ja, en dan krijg je dus dat, uh, 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 dat, dat hele joy verhaal wat zich toch stuk loopt op de tekortkomingen... vooral van hun lead candidate... Ik zat net uh, nog, nog even snel wat eerste reacties te luisteren uit verschillende hoeken. Wall Street Journal die een, um, een, een, een zo'n run-up verhaal had van hoe is dit nou, hoe zijn we nou gekomen waar we zijn. Ook bij de Spectator, maar ook uh, bij, vooral bij de Spectator re refereerden ze aan een interview dat Harris gaf bij The View, een heel veel bekeken Hollywood programma, zeg maar. Met Oprah Winfrey Met De en zo. dames. Ja. Joy Reid geloof ik en Oprah Winfrey. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg ja, niet Oprah Winfrey. En uh, dat ze aan Harris hadden gevraagd van, uh, wat heeft Biden verkeerd gedaan en wat zou je anders doen? En dat zij gewoon zei, hij heeft niks verkeerd gedaan ik zou niks anders doen. Ja, dat, dan hebben mensen dus niks nieuws te kiezen. Dan hadden ze dus net zo goed die kamerplant daar kunnen laten zitten. En dat zijn dingen waar zij op vastgelopen is, omdat ze steeds geen antwoord had. En daartegenover, je zag dat zeker in de laatste paar weken, zag je Trump bij de ene na de andere podcast zitten. Lekker bullshitten, onzin verkondigen, maar ook gewoon de normal guy uithangen. En um, uh, hij ging bij Rogan zitten. Rogan had gezegd uh, dat Harris ook welkom was, maar die deed dat niet. Amerikanen hebben gewoon maandenlang naar een min of meer normale man gekeken. Ja, hij is geen normale man, maar in ieder geval een man waar je je in kan herkennen. Waar je gewoon die di waar je de huiskamer mee kan delen. Hem op een scherm met Joe Rogan, dat is gezellig. Harris op een scherm bij 60 Minutes is chromatene. Dan zie je een apparaat, een machine, een ingeprogrammeerd ding. En het heeft gewoon niet gewerkt. En dat was. Ja, het is wederom makkelijk roepen achteraf, maar dat zat er wel een beetje aan te komen. Maar is het niet zo dat de Democraten ook hebben gedacht? Ik luister ook die podcast De Spindokters van. Uh... Uh, Raymond Mens en Julia Wouters. En Julia Wouters zegt ja, of Raymond zegt ja, de P van de A moet een verhaal gaan hebben tegenover Wilders. Die moeten we gaan verhaal gaan bedenken op migratie, op dat soort dingen. En dan zegt Julia Wouters gewoon uh, glashard. Nee, dat moeten we niet doen, want Wilders oomt dat onderwerp. Dus we moeten van het onderwerp blijven. Het gevolg is: Partij van de Arbeid GroenLinks staan gewoon stil in de peilingen. Ze hebben hun aantal kiezers die blijven. Punt. En ze verzinnen gewoon geen verhaal op onderwerpen waar de, laten we zeggen, gewone man die Trump aanspreekt, gewoon mee zit. Is het, dat niet ook een reden? Het punt is: er zijn ook gewone mannen en vrouwen die door linkse verhalen worden aangesproken. Alleen die linkse politici die, die krijgen het niet eens meer voor elkaar om hun eigen potentiële gewone mannen en vrouwen aan te spreken. Ik zag, ik noem maar wat, net een tweet van Marieke Hoogwoud. Die eigenlijk links is, die zit in die hoek van Vrij Links ook. En dat is best gewoon een ja, progressief linkse feministische vrouw. Die zegt ja eh, niet zo blij dat Trump gewonnen heeft, wel logisch. Maar nu moet het antwoord komen uit progressieve partijen die zich herpakken met een verhaal komen. En dat soort tweets zie je veel en vaak uit die hoek. Maar als ik nu bijvoorbeeld een tweet erbij pak van Jesse Klaver van vanmorgen, bij van A, GroenLinks. miljoenen mensen kijken vandaag vol ongeloof naar de herverkiezing van een veroordeeld crimineel. Ja, vriend. Mensen kijken niet naar de herverkiezing van een veroordeeld crimineel. Ze zien gewoon één iemand een democratische verkiezing winnen van een ander iemand. En hij gaat, hij gaat verder, als je je afvraagt waar het heen gaat met de wereld, geloof me, je bent niet de enige. Maar dit is niet het moment om op te geven, dit is het moment om ons te verenigen. Trumps overwinning staat niet op zichzelf. Op veel plekken zien we radicaal rechts, radicaal rechts verkiezingen winnen. Precies daarom zijn we begonnen met de linkse samenwerking. Samen kunnen we een hoopvol en krachtig tegengeluid bieden tegen de haat en verdeeldheid van radicaal rechts. Het enige wat ik daar lees is radicaal rechts, radicaal rechts, radicaal rechts. En een, een suggestie dat ze daar iets tegenover kunnen zetten. Maar geen begin van wat ze daar dan tegenover gaan zetten. Anders dan dat zij niet radicaal rechts zijn. Ik spring meteen even door naar Rob Jetten. Die had ook zo'n tweet. Leuk, lachen. Begint ook, ja, ook weer zo'n vrolijk verhaal. Begint ook letterlijk met de woorden... Trump, een veroordeelde crimineel, wordt president van de VS. Een vrouwenhater die verworven vrijheden zoals abortus weer wil afnemen. Wat een leugen is, Rob we Hebben we het vaker over gehad hier? Trump wil dat niet. Het ligt anders. Het ligt, het ligt echt genuanceerder. Een man die openlijk vlucht met dictators. Al dus Rob Jetten van de partij van Sigrid Kaag, die getrouwd was met iemand uit het, uit het, uit het, uit, uit het kabinet van Yasser Arafat. Wat voor ons ligt zijn jaren van chaos, verdeeldheid en roekeloosheid. Nou, Rob, die liggen ook al achter ons. Jaren van chaos, verdeeldheid en roekeloosheid. Je hoeft maar naar Oekraïne en Rusland te kijken. Of naar wat er in Israël en omgeving aan de hand is. En dat gebeurde gewoon on Biden's watch. Om over de Taliban in Afghanistan nog maar te zwijgen. Dus ook daar weer. Blame game, blame game, blame game, maar geen soort van een antwoord. En ook hij zegt, net als Jesse Klaver: Het maakt mij strijdbaar. Nu is het aan Nederland en Europa om niet achterover te leunen of interne verdeeldheid te zaaien. Sorry, vriend, wat deed je net in je eerste alinea? Over verdeeldheid zaaien. Maar om eensgezind een stap naar voren te zetten in het belang van onze veiligheid, vrijheden, handel en klimaat. Ja, veiligheid, vrijheid, handel en klimaat zijn steekwoorden, kernwoorden, belangrijke woorden. Maar waar is je fucking verhaal, vriend? Is ja, die hebben ze niet. bestaat niet. Nee, die hebben ze niet. Ik heb wel trouwens... Sorry, één zin, zin. Nuance meteen erbij. Ik geloof ook niet dat Trump uh, heel erg sterke inhoudelijke uh, vooruitstrevende verhalen heeft. En ik geloof ook niet dat in de vier jaar die Trump nu gaat leiden... er ook dat soort grote radicale veranderingen komen op bepaalde plekken. Dat hij zijn beloftes nou, net zo goed niet waar kan maken... als ook dat hij niet uh, de chaos gaat veroorzaken... waar mensen, die, mensen zichzelf hebben aangepraat dat hij gaat doen. Hij heeft wel overal de meerderheid nu, hè? Dat is wel een dingetje. Het ik... kan iets harder gaan dan de vorige keer, maar ik heb ook het idee dat we naar een iets mildere Trump kijken dan de vorige keer. Ik heb een theorie. Ik had ooit een website over gaming en had ik een hele fanatieke eindredacteur. En die fanatieke eindredacteur die zat superkort op het nieuws, werkte keihard en die deed dat van dan gaan mensen mijn voorbeeld volgen. Maar wat gebeurde? Wat was het gevolg? De hele andere redactie werd luier en luier en luier en luier, waardoor hij nog meer werk moest doen. <laughs> nou, dit is het bruggetje bekend, naar bekend de verhaal. abort... Huh? Bekend verhaal, maar ik ga verder. Ja, dat dit is het brugje naar een artikel in de Volkskrant... over de abortusreferenda, bijvoorbeeld uh, in Missouri. Eh, want er zijn nu dus overal abortusreferenda. of niet overal, in de helft. Uh, 26 staten hebben ze mogelijkheden tot referenda. D66, luister je mee. Um, en uh, die referenda die worden dus nu ingezet. Uh, om abortuswetgeving per staat te regelen. Bijvoorbeeld Missouri, een super conservatieve staat. wordt nu het recht op abortus. komt er nu gewoon. omdat de meerderheid van het volk daarvoor gestemd heeft. In Florida bijvoorbeeld niet, want er wonen heel veel conservatieven. Hetzelfde, even een bruggetje naar Trump. die zegt: jongens, jullie moeten 2% NAVO-norm halen. Uh, want anders uh, ga ik jullie niet beschermen. Is, is het gevolg van, die, van dit beleid niet dat mensen nu, landen, maar ook staten nu hun eigen broek gaan ophalen? Uh, hun eigen broek gaan ophalen? Als ze nu gewoon een referenda gaan organiseren om die abortuswetgeving te regelen, de 2% navo onthalen uh, is allemaal het gevolg van, van beslissingen van Trump, die zegt, jongens, regel het zelf maar. Nou ja, niet allemaal is... van Trump, maar ook van die rechters, maar ja, nou ja, dat je is... wat ik bedoel. Ja, in het geval van abortus gaat het inderdaad om dat de conservatieven meer uh, hoge rechters hebben dan de progressieven. En daar hebben we het eerder over gehad. Dat is deels de schuld van de progressieven. Die gewoon uh, die ene mevrouw eerder hadden moeten vervangen, bijvoorbeeld. Of hadden kunnen vervangen. Ginsburg. Ruth Gader Bader Ginsburg, inderdaad. Die. Uh, echt Letterlijk uh, tot op 87-jarige leeftijd en uh, wegterend aan kanker, bleef ze wel zitten. een geweldige vrouw trouwens. Dus je ja, haar ziet in interviews, ja, echt. ja, ja. Nee, zij was dat, dat zeker. Als je haar uh, maar ze heeft levens... te lang blijven zitten, ja, nou ja, ja, dus ze hebben daardoor een beetje zelf veroorzaakt dat ze in een uh, abortus predicament terecht zijn gekomen, waarbij het dus toegeleid heeft dat die beslissing terugkomt bij de staten. Dus het is in wezen uh, democratisch en niet, niet per definitie unfair, dus. En dan als je dus ziet dat Missouri, wat ook niet de meest linkse staat is, dat die dus in een referendum ervoor kiezen om abortusrechten te behouden. Ja, dat is dan dus eigenlijk alleen maar goed. En dat ze het in Florida niet doen, ja, dat vind ik persoonlijk spijtig. Ik ben geen Floridian en ik heb er niks over te zeggen. Maar je zou willen dat ze in Florida daar ook voor stemmen. Maar het is dan wel dus een democratisch besluit. En het, dit, ik, dit soort onderwerpen van zelfbeschikking. Vind ik als, ook al als, als, als diepgevoeld democraat toch een beetje buiten de democratische orde staan. Dat horen mensen gewoon uh, fysieke zelfbeschikking over te hebben. En dat niet up for democratic debate of iemand wel of niet een abortus mag hebben. Maar goed, dat is wel. Het wordt uiteindelijk dus niet door Trump verboden. Het wordt door kiezers in een staat besloten. En dat is, dat is echt iets anders. En met ten aanzien van, van de NAVO en dat soort dingen. Ja. Uh, sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen, horen we ook al niks anders van uit de EU dan dat de EU ook wil dat ze uh, zichzelf weer meer op scherp zetten uh, met, uh, met uh, uh, militarisering en uh, wapenbouw en fabrikage en dat soort dingen. Een 2% NAVO-norm is een stap in die richting, dus ook daar hoeven ze zich niet zo paniekerig over op te stellen, denk ik. En uh, de suggestie die je vanuit links en ook vanuit Rob Jettis, et cetera, continu hoort, is dat Trump de NAVO zou willen afschaffen of uit de NAVO zou willen treden. En dat, dat, dat geloof ik niet. Dat heeft hij volgens mij ook nooit letterlijk zo gezegd. Zijn verhaal is gewoon: betaal je fair share. Zoals wij ook doen. Want Amerika betaalt veel meer dan die fair share. Dus ook daar, als je, als je een stap vooruit wil maken in, in de turns vanuit Europa. en je wil als EU-zijnde. Uh, jezelf beter weerbaar maken. Iemand, uh, een vriend van me, grapte tegen me laatst van, uh, ja, jij bent enorm tegen een EU-leger, maar als Trump wint is de kans dat een EU-leger sneller ingevoerd wordt alleen maar groter. Omdat de EU zichzelf wil beschermen tegen een onberekenbaar Amerika. Uh, als de EU dat dus niet manier... Trump... Ja dus, nou ja, dus dan kun je dus heel hard gaan huilen dat hij uh, straks iedereen in de steek gaat laten. Want sommigen doen net alsof hij vandaag uit de NAVO gaat en morgen uh, Oekraïne cadeau doet aan Rusland. Maar ik, dat zal echt allemaal zo'n vaart niet lopen. Althans, dat geloof ik niet. En ik hoop dat ik uh, niet uh, dit fragmentje ooit nog een keer op mijn oren gegooid krijg. als hij over een paar maanden precies wel dat. Nou, doet. Waar, waar, waar mensen gewoon bang voor zijn, is dat, hij, dat als Poetin probeert Polen in te vallen. dat Amerika niet ingrijpt. Dat is, ja. dat is waar mensen bang voor zijn. Ja, Artikel maar, 5. Dan nog zijn er meerdere NAVO-landen. En um, nou ja, goed. Het zou ook denk ik allemaal zo'n vaart niet terug, lopen, geloof ik. Terug, terug naar Amerika. Ja, en. Uh, ja. Terug naar Amerika. Waar, wat, ik had toch echt wel gedacht. Misschien heb ik toch wel een, toch een iets te progressief idee van de Verenigde Staten. Maar ik had gedacht dat dit de verkiezingen van de, van de vrouwen zouden worden. Dat vrouwen achter het gordijntje toch voor her zouden stemmen. Dat is niet gebeurd. Hoe, waarom dacht maar je vrouwen dat? Zijn toch, nou, omdat vrouwen toch wel voor zelfbeschikking zijn, toch, dacht ik. Nou ja, dat je met een dokter kan beslissen over je eigen lichaam. Ik denk dat het je nog zal verbazen, hoeveel met name religieuze conservatieve vrouwen, en niet alleen Amerikaanse blanke christen conservatieve vrouwen, maar ook Hispanic uh, uh, conservatieven. Uh, die zijn natuurlijk ook christelijk, maar dat zijn niet blanke mensen per se, hoe die ook tegen abortus zijn. Ik bedoel, het zijn niet alleen de christelijke mannen die het niet oké okay vinden, het zijn vaak ook de christelijke vrouwen die het daarmee eens zijn. Ik zag een tweet van Mitte Hilkes die ook suggereerde dat de mannen nu weer de vrouwen op achterstand hebben gezet. Ik denk, Trump kan niet uh, de helft plus één halen als alleen mannen op hem stemmen. Nee, er moeten niet. dus ook vrouwen geweest zijn die daarop gestemd hebben. En, uh, en Mensen maken een afweging waarbij ook uh, niet voor iedereen abortus even belangrijk is. Want dat zag je natuurlijk ook met name in de progressieve media continu voorbij komen. Die suggestie dat abortus het onderwerp van deze verkiezingen zijn. Dat was het helemaal niet. Want voor de meeste mensen is abortus geen item. Die hebben al kinderen, die hebben al kinderen gehad, die zijn al voor abortus of tegen abortus, die wonen al ergens waar het mag of die vinden het prima dat ze ergens wonen waar het niet mag. Het raakt gewoon niet iedereen. Het is nee. een principiële discussie en eentje die je tot in lengte de dagen kan voeren en ook eentje waarvan ik wederom vind dat de Republikeinen en zeker de echt conservatieve Republikeinen aan de verkeerde kant van die discussie staan. Of een opvatting hebben die ik niet deel, zo moet ik het zeggen. Maar. Uh, het is gewoon niet zo'n belangrijk item als, als, als mensen denken. Evenmin als, als vanuit Europa nu zo hard geroepen wordt dat uh, Trump dat hele NAVO-ding zo. dat wordt ook groter gemaakt dan het is. Want het is echt niet zo dat, dat Oekraïne morgen wordt uitgeleverd aan Poetin. En ook, daar, en ook daarbij denk ik juist, ik denk dan zelf eerder andersom. Trump is als een soort hobbydespoot in staat om de wereld te bekijken als een als een, een markt van macht en strijd, van deals, van handelen, die is niet, uh, die die gaat niet de wereld over met een pot regenboogverf om overal zebrapaden aan te leggen op grensposten in in de lhbt de LABT regenboogkleurenvlag dinges. Want gaat, dat helpt. Ja, die gaat die gaat aan het, ja, nee precies, dat helpt dus ook niet. Dat zorgt ervoor nee. dat landen die Harder denken, realistischer denken, meer uit eigen belang denken, die wel door despoten en zware regimes gerund worden. Denken van, oh, nou, die Europeanen met hun regenboogverf, daar wachten wij zo overheen. Daar hoeven we niet eens zoveel moeite voor te doen. Zie hoe de Taliban, hoe de Taliban moeiteloos al het Amerikaanse materieel kan overnemen toen Amerika met de staart tussen de benen ervan ging. En Poetin daarna dacht, oh, nou, als ze zo zwak zijn, dan wandel ik ook even Oost-Oekraïne binnen. Ik bedoel, ik trek de lijn heel, 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 heel makkelijk van het een naar het ander, maar ik weet. Ik durf de bewering wel aan dat dat toch echt met elkaar te maken heeft. En dat als een, 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 een vertrek, een evacuatie uit Afghanistan beter was verlopen en Amerikanen al alle hun materieel hadden meegenomen. Want vertrek waren ze sowieso van plan, waar je ook vanaf kan vragen of dat slim was. Maar goed. Maar Trump zal die mensen minder ruimte geven. Maar dat wordt door, door linksprogressieve media en politici continu uitgelegd als: Trump is ook zo'n despoot. En dat is ook gewoon niet waar. Dat is gewoon niet zo ik zie dat niet en, en, en zeker toen ze in de laatste paar weken van de campagne dat, dat Harris op een gegeven moment voor die gordijntjes verscheen en met zo'n grafstem zei dat Trump eigenlijk wel echt Hitler is toen dacht ik ja je hebt niks meer je hebt verloren je trappen mensen echt niet meer in want als hij Hitler was hadden we dat bij zijn vorige termijn hadden we dat moeten zien dan had die kapitoolbestorming van 6 januari ontelbaar veel erger moeten zijn dan dat die geweest is uh, dan had zijn veroordeling uh, niet moeten zijn voor het afkopen van een pornoster... maar voor het doodschieten van uh, iemand op Fifth Avenue. Iets wat hij tijdens zijn vorige campagne in 15 of 16 zei. Nou, I can go outside here on Fifth Avenue and shoot somebody and get away with it. Als hij ja, dat maar echt van mij ook gedaan had... Voor het achterhouden van de staatsdocumenten, hoor. Had hij van mij ook wel veroordeeld voor mogen worden. Biden had ook een garage vol met documenten... die niet uh, bij zijn corvette in de garage thuis hoorden. Dus. En ook over die kapitoolbestorming. Er waren drie of vier van die bestormingen door extreem links. Er is een een wijk in Seattle, wekenlang... autonoom verklaard door fascistische... Uh, marxist, naar fascisme neigende Marxisten. En daar hoor je links ook bijna niet over. Dus het is allemaal een beetje poets, wederpoets. Uh, nee, jij dan, heen uh, uh, en weer voorbij te rij. En het enige wat we nu zien is dat er iemand gewonnen heeft... die ik zag zijn acceptance speech van een half uur. Er staat alleen maar zijn vrienden, zijn familie te bedanken. Hij staat uh, uh, dat hele verhaal van die raket van Elon nog eens te vertellen. Hoe indrukwekkend dat hij dat vond en... Uh, Dana, Dana White, de baas van de UFC, die mag nog even een woordje doen. En hij, hij prijst zijn vrouw dat haar boek op nummer 1 in de bestsellerlijst staat. Ja, sorry, maar als dat, een, als dat Hitler is, dan, dan waren de jaren 40 ook gezellig. <laughs> Alt-Hitler ook een boek. Alleen die was volgens mij nooit de bestseller. Nee. <laughs> nou ja, hey, um... verplichte kost misschien. Dus dan, uh, dan staat hij toch hoog in de lijstjes. Ja, het <laughs> <laughs> is een verplicht schoolboek. Maar. Um... Weet het? Uh, Wat nu? Want uh, ja, Trump heeft natuurlijk wel veel beloofd. Ik vind ook vaak dat uh, als Trump dingen belooft, dan vinden ze kiezers het niet erg als het niet uh, nakomt. En als, uh, als Biden dingen belooft, dan is het wel erg als het na niet nakomt. Nee, nee, Voordat nee als, hij... Biden, als Biden dingen belooft, vinden ook de dan vinden de kiezers van Trump het niet het wel erg dat hij ze niet nakomt. Ja. Zijn eigen kiezers ook ja, niet, natuurlijk. Dat is waar. Uh, maar goed, uh, voordat hij geïnaugureerd wordt, is de oorlog uh, voorbij in Israël en Oekraïne. Hé hey, Jondje. Ja, ze moet en zal op schoot, sorry. Nou, oh, dat schatje. Sorry, ga verder. Uh, is, gaat dat gebe wat nu? Dat is eigenlijk mijn vraag. Wat gaat, het, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, dat is wederom, net als uh, vorige week met voorspellen wie er zou winnen, is dat ook een beetje koffiedik kijken. Want ik, ik doe heel vrij lichtzinnig over. over uh, over de vermeende dreigingen die er rond zijn presidentschap hangen. Uh, maar ik, uh, voor hetzelfde geld zit ik helemaal naast... En, en denk die ik ben nu aan mijn tweede termijn, kan niet herkozen worden... heb inderdaad ook een senaatsmeerderheid. Laat ik eens kijken hoe ver ik werkelijk kan gaan. Uh, maar ja, ik denk in de praktijk dat dat niet zo zal gebeuren. Je ziet in ieder geval vandaag... laten we het bij vandaag houden, woensdag de ochtend na de verkiezingen... begin van de middag, na de, de dag na de verkiezingen... Met dat de mensen die zich het meest bezorgd maken ook degene zijn die zich, uh, uh, zichzelf het, het meest bang gemaakt hebben. En ook geprobeerd hebben om ons bang te maken. Met de dingen die allemaal uh, zouden gaan gebeuren. En ja, dat wordt dan al heel snel een beetje pathetisch. hè Ik zie een tweet van Dirk Sauer, uh, founder van de Moscow Times. Grote man in krantenland. Ook ooit eigenaar van NRC geweest. Die twittert moet denken aan de Oekraïense frontsoldaten die vanochtend opstonden in de wetenschap dat ze nu dat ze er nu nog meer alleen voor staan. Ja, dan denk ik vriend, dit is een manier om om je eigen pathetiek vooral heel erg voor het voetlicht te brengen. Dat uh, ik zag ook iemand reageren met: uh, nou, wat zullen ze? Wat zullen die soldaten blij zijn om te weten dat jij in ieder geval aan ze denkt nu je, nu ze wakker worden in de loopgraaf. En ja. uh, een nog mooiere zag ik van Hans Laroes, uh, oud baas van het journaal, die twittert: het erge... Ik heb groei en vooruitgang meegemaakt in de zin van welvaart, democratie, het vallen van de muur, alles. Maar ik heb ja. kinderen en kleinkinderen. Hebben we het dus allemaal fout gedaan en Trump en al zijn mini-trumpjes mogelijk gemaakt? Nou, op, die, op die sloeg ik wel echt even aan en die heb ik geretweerd met. En ik zag hoe jouw generatie het vrije woord wil begrenzen. De reserves opvrat, De grenzen openzetten voor de vijandige islam en bewaakte dat ze open bleven. Zich als poortwachter van de moraal opwierp en zich altijd tegen vrij internet verzetten. Dus ja, je hebt het fout gedaan. Ga maar aan je kleinkinderen uitleggen en niet liegen. Maar ja, goed, daar komt natuurlijk geen antwoord op. Of het zal iets, iets onaardigs terug zijn. Maar dat, dat is het enige nee. wat je nu kan zeggen. Is die korte termijn respons. Uh, ...die niet in verhouding staat tot wat ze zichzelf hadden wijsgemaakt. Want ik bedoel, jij zei bijvoorbeeld net ook dat... Uh, ...ik zeg niet dat jij jezelf iets wijsgemaakt hebt... ...maar jij dacht ook dat vrouwen uh, voor een andere uitslag zouden zorgen. Ik zie bij Josse de Voogd, uh, sociaal geograaf, zie ik een tweet... Hey, hey, dat... hey, hey, uh, hey, polsters zeiden dit ook. Hè? Hey, uh, dat uh, waren polsters die dit ook uh, inschatten. Ja, maar polsters, hoe, ja, hoe serieus kun je die nemen? Vaak is het ook uh, moraal eerst, uh, peiling later... Uh, ik, ik volg Nate, Nate Silver, van voorheen van 538.com, uh, geloof ik... volg ik op Substack. En die uh, is een van de weinigen die zich na 2016... toen die ook heel hard claimde dat Hillary zonder twijfel ging winnen... is een van de weinigen die is gaan herbronnen... Om het maar met een jargon-termpje te zeggen. En die nu uh, zich veel meer waakt voor. Die beweerde ook niet dat Trump wel zou gaan winnen. Maar hij ging in ieder geval ook niet, niet, niet voetstoot ze vanuit dat het Harris zou worden. En ik zie dus bij Josse de Voogd, Sociaal Geograaf. zie ik een tweet waarin die. Zegt, even dat, we, dat, dat zei is, geen polster trouwens. Hè? Geen enkele polster zei dat Harris sowieso ging winnen. Wil ik even. ter okay, het was maar, allemaal 50-50. Alleen de ware polsen zeiden. De, iedereen was 50-50. Alleen de ware polsen zeiden het zou kunnen zijn dat de vrouw de doorslag gaan geven. Want. Dus dat was ja. waar, waar oh, okay. mijn verhaal vandaan komt. Niks was okay, verzonnen. Okay. Of het was, ieder, okay, niemand nee, zei dat nee, herfst zou winnen. Ik zei niet dat je nee, Ik beweer niet dat je het verzonnen hebt. Maar ik, ik, ik heb die zin altijd ge, 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 gelezen. Waarom zit er een duimpje in beeld? Waarom zit er een duimpje in beeld? Dat weet ik niet. Misschien stakken in ik ik nee, een, nee, een, ja. Oh! God, ja, wat grappig. Die ik heb de camera op. Wat grappig. Oké. Ik heb mezelf even gerekt. Vier, vier werk. <laughs> ik kreeg vier werk bij een dubbele duim omhoog. Sorry voor de mensen die alleen de audio luisteren, dit, is, <laughs> dit slaat helemaal nergens op. Reset, terug naar uh, over dat vrouwending. Ik heb net zo goed veel vrouwen zien zeggen: Van joh, kan mij het, kan mij het schelen welke kleur of geslacht uh, iemand heeft. Ik wil gewoon de beste kandidaat, of in ieder geval niet de slechtste kandidaat. En ik heb ook heel veel mensen gezien die anti-Trump zijn en op voorhand al zeiden: Maar die Harris is gewoon geen maat voor Trump niet en niet voor die positie. En dat, dat laatste ben ik het van het begin af aan mee eens geweest. En niet omdat het een vrouw is, maar gewoon omdat ze niet slim genoeg is. Niet scherp genoeg is. Het is een diversiteitskeuze geweest die gefaald heeft. En dat is maar goed ook, want uh, dat soort uh, politiek moet niet beloond worden. En ik zie bijvoorbeeld dus bij Josse de Voogd, uh, sociaal geograaf... dat hij uh, de sterkste swing van democraten naar republikeinen op county-niveau... dus dat is binnen een staat op gemeenteniveau, is langs de Rio Grande... Dus de rivier tussen Amerika en Mexico, waar al die migranten binnenkomen. En dan in de Spaanstalige gebieden. Dus dat betekent dat is dus waarschijnlijk niet alleen de uh, autochtone Amerikanen, Blanke Amerikanen die daar wonen. maar ook de Spaanstalige uh, inwoners die daar al waren. ook zoiets hadden van: ja, dit kan zo niet doorgaan. Die migratie is een veel groter ding. dan de mainstream media je hebben willen doen geloven. Want zelfs de de recentere migrantengroepen die Spaans spreken hebben ook zoiets van nou uh, uh, liever Trump die probeert de grens dicht te doen dan de Border Tsar Kamala die nog nooit aan de grens is geweest. Ik denk en dat dat de kleur helemaal niet zo'n ding is meer. Ja, het, ik heb het idee dat het, bedoel, de conservatieven in Engeland hebben nu ook een zwarte vrouw gekozen als voorzitter en dat vinden ja, mensen ja, dan heel bijzonder. Terwijl dan denk ik wat beter aan het aan het schedelmeten dat je dat bijzonder vindt, is toch helemaal niet meer bijzonder? Ik denk, ik denk dat bijna niemand dat bijzonder vindt, behalve Fleur Lautenspach van de NOS, die letterlijk in het NOS-journaal, dus de correspondent Engeland van de NOS, die, die letterlijk in het journaal zei dat het toch wel opvallend was dat, er, dat de conservatieven voor een zwarte vrouw kiezen. Ik denk, nee, dat zegt dan meer over jou dan over die conservatieven. Ja, dat is toch, dat is toch een soort van rare betuttelracisme, of niet? Ja, zij is, is toch... zij is de racist in deze kwestie, ja. En dat en, en dat, dat, zie, ja, dat is toch gewoon racistisch om, om zoiets, om, om zo'n aanname te doen. Waarom zou. Ja, maar ik bedoel, zo... haar intentie is dat niet, dat bedoel ik te zeggen. Maar het is wel raar dat ze het zo zegt. Het is wel heel erg, inderdaad, schedelmeten. Ja, maar dat maakt het dan dat het intentie niet is, maakt het niet minder racistisch dat je die aanname doet. Dat een zwarte vrouw toch nooit een conservatief zou kunnen zijn. Ik zag, um, uh, uh, hoe heet ze, Asita Kanko, uh, Telegraafkolumniste en Europarlementariër voor de Belgische Liberalen. Die, ook, die had dat clipje ook gezien. En die had echt een woedende, woedende tweet erover. Van, ja, dat is een zwarte vrouw, vluchtelingen, een soort ayaan... Die, die zichzelf gewoon opgewerkt heeft... via de Belgische landelijke politiek naar het Europarlement. En ook zegt van, ik sta hier niet omdat ik vrouw, vrouw ben... laat staan dat ik zwart ben, maar gewoon omdat ik... Nee. En, en ik heb ook geen liberale opvattingen om die reden wel of niet. En dat, ja, dat, dat, die retoriek blijft Zij overal... Hij is de columnist in, van de Telegraaf, toch? Ja, en, en Europarlementariër ja, ja. voor de Open VLD, geloof ik. De Belgische liberalen. Vlaamse liberalen. En, uh, 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 vanuit Nederland wordt er vaak met zo'n blik... Uh, vanuit Nederlandse media wordt er vaak met zo'n blik... naar Amerikaanse politiek gekeken. Maar Amerika is natuurlijk, uh, los van huidskleur... hangt het ook aan elkaar van Italianen en Ieren en Polen en Duitsers. En het is, uh, zo Amerika iets is, is het in een grote opzicht... een geslaagde multiculturele samenleving. Omdat het land altijd gezorgd heeft dat het... Uh, zich verzamelde rond de kernwaarden van die vlag en dat volkslied. en een soort gedeelde geschiedenis opbouwde. waar natuurlijk een hoop diepe tragische sporen van slavernij en dat soort dingen doorheen lopen. Dus ik, ik wil het niet één groot jubelverhaal maken. Maar wel dat uh, uh, ongeacht je afkomst en herkomst. en uh, hoe lang je al in het land bent. je groet op school iedere ochtend allemaal dezelfde vlag. en je kweekt daar een eenheid mee. die wij ons uh, in, in Nederland al niet, maar zeker ook niet op Europese schaal. kunnen voorstellen. Nou, wij schamen ons voor onze vlag. Links wil die, die, schaamt zich voor die vlag. Ja, en in Amerika is dat uh, werkt dat dus averechts. En ik denk dat daar de kiezer in Amerika ook weer mee afgerekend heeft. Ik had in mijn eigen telegraafcolumn uh, vorige week ook, ook geschreven: van, jongens, uh, heeft u zich heeft u zich ooit laten overtuigen om partij te kiezen voor iemand die u de huid vol scheldt omwille van uw overtuigingen? Want dat is wat, wat de, 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 een deel van de democraten toch continu doet. Mensen beschimpen om, om de geschiedenis van het land en om de dingen die hen bindt. En om, uh, om het feit dat je blank bent of hoger opgeleid of, uh, of juist laag opgeleid bent. Je, je wordt constant door die partij word je, word je uitgescholden voor, voor dingen waar je in de meeste gevallen niks aan kan doen. Waar je vandaan komt, wie je bent, hoe je eruit ziet. En dan vervolgens zeggen ze wel: ja, je moet wel op ons stemmen, want je hebt verkeerde ideeën. Ja, heel raar dat mensen dat dan uiteindelijk niet doen. Dus het antwoord moet komen vanuit de Democratische Partij. Daar moet gewoon weer een, een ideeënstrijd komen. Daar moeten mensen opstaan. Want het is toch ook bijzonder dat Kamala Harris het beste is... wat het land te bieden heeft op democratisch gebied. Het is toch eigenlijk... Ja, en dit, dit, dit is ook weer heerlijk breed te trekken. Naar, ook naar Nederland. En ook, we hebben natuurlijk afgelopen weekend... de, de vieringen rond de 20e verjaardag van de dood van Theo van Gogh gehad. En ook daarbij heb ik een week lang met een soort grateme keel rondgelopen. En ik denk van, ja... Het is heel goed dat die man nog steeds leeft in onze gedachten en in onze herinneringen. En dat hij een stempel heeft gedrukt. Niet alleen om het feit dat hij vermoord is, maar ook omdat er bij leven genoeg creativiteit en spanning en polemiek en, en uh, films en zo uit hem kwamen om hem ook daarom te herinneren. Maar tegelijkertijd is er in die twintig jaar natuurlijk nooit een, een goed verhaal tegenover gezet. We zijn alleen maar meer gaan zwijgen over de islam. We zijn alleen maar moeilijker gaan praten over de multiculturele samenleving en, en, en het nou ja, mislukken daarvan in Nederland in ieder geval. En het antwoord wat links steeds geeft, is nee hoor, we hebben het er continu over. Ja, maar niet op een substantiële manier, niet op een andere manier dan zoals ik net voorlas in die tweets van Jette en, en Klaver. Die zeggen, wij staan voor iets tegen dat. Ja. Ja, oké, okay, maar wat is je eigen verhaal? Wat ga je dan wel doen? Hoe komt die integratie wel goed? Hoe komt de saamhorigheid van de samenleving wel tot stand? Hoe integreer je de islam, uh, wat een ideologie is die in ultima niet te integreren is, denk ik. Maar niks van dat is ooit nog besproken. Dus ook nu valt weer het verhaal, valt weer de vraag: hoe gaan. Uh, de democraten in Amerika en ook uh, politiek progressief links in, in Europa en in Nederland... zich herpakken na de verliezen die ze steeds lopen. Omdat ook in Nederland een jaar geleden de PVV de grootste werd. Iets wat overigens in, in Nederlandse kabinetvorm ook uh, een dramatisch verloop kent op dit moment. Of ook vanuit het kabinet zelf. Dus ik wil dat verder niet verdedigen. Maar dat... Of in ieder geval, ik, ik kan daar nog niet voor uh, op de bankjes. En ik word daar een stuk minder melig van dan van de verkiezing van Trump. Maar... Het is wel helder dat, uh, dat de kiezer een kant op gaat waar links geen grip op heeft. En alles wat links erover zegt, alleen maar meer kiezers die kant op lijkt te sturen. En ja, ja. dan kun je die mensen wel verwijten dat ze. Dat ze uh, ja, je kan ze wel garbage gaan noemen, zoals Biden heeft gedaan. Maar daar krijg je ze dus niet mee terug in jouw kamp. Je ja. zal ze echt voor je moeten winnen. En die vraag uh, die hoor ik al gesteld worden. Nou, even in de reflectie tot, uh, tot de Van Gogh-herdenkingen in de afgelopen twintig jaar. En er komt niks uit. Dat verhaal komt niet. Dat is er niet. En, en, en we weten ook dat in Nederland Wilders daar ook geen antwoord op is. Wilders geeft uh, uh, een soort opluchting aan een bovendruk. Mensen kunnen ergens uh, zich op afreageren, als het ware. Maar qua beleid uh, is er nog geen millimeter beweging en lijkt het alleen maar verder vast te lopen. En hetzelfde ja, geldt ook een beetje. Ik vind ook het, het wel Trump. snel, ik vind het wel snel geoordeeld. Want uh, bedoelt, we gaan grenscontroles doorvoeren. In Duitsland werkt dat gewoon. Er zijn wel echt heel veel mensensmokkelaars daar tegengehouden. Tienduizend. Maar maar, Oké, okay, maar we gaan. Maar we zijn nog niet begonnen aan. Nee, ja, en, maar dat, maar dat en, is een proces. Vorige dat... week las ik dat uh, Marjolein Faber nog maar één uh, woordvoerder over heeft. omdat de rest al ontslag genomen heeft of weggelopen is. En ze, ze komt met uh, noodwet, Ik zeg niet dat Faber geen prutser in... is. Ik zeg alleen dat wetgeving tijd kost. Ja, ja maar er, gaat, er zit meer achter dan wetgeving. Je hebt, een, je hebt een coalitie die niet met elkaar door één deur kan. De leider van de meest dwarsliggende partij zit ziek thuis. En daar ga ik verder niks negatiefs over zeggen, want uh, ik vind het ontzettend kut voor hem. Uh, dat, het, uh, dat dat zo gelopen is. Maar dat uh, uh, heeft NSC niet bepaald uh, uh, stabieler en beter bestuurbaar gemaakt. En dan zit je ook nog eens met een, met een uh, uh, politiek, ambtelijk, bestuurlijk instituut. wat gewoon uh, op geen enkele manier mee wil werken aan deze dingen. En dus ook niet met een. Betere verhaal weten te komen. Dus nou, ik, ik, misschien is het voorbarig, maar uh, ik, ik, ik. Maar het is ben ook democratie, graag, Bart, op... dat je het met elkaar moet proberen te runnen, ondanks dat je elkaar niet helemaal mag. Dat is ik ook zeg ook heel het mooi mooi. Ik zeg ook niet dat het niet democratisch is. Ik zeg alleen dat ik gewoon niet verwacht dat er, uh, dat er veel gaat veranderen. En ik, misschien ben ik voorbarig en ik hoop ooit op mijn woorden terug te kunnen komen. Maar ik ga dat van deze coalitie niet verwachten. En van de volgende misschien ook wel niet. Dat is, een, dat is ook iets wat vele jaren zal duren. En waarvan we nu in Amerika zien dat iemand die in 2016 won, in 2020 verloor, zijn verlies niet wilde nemen, probeerde om toch nog een weggetje naar winst te zoeken. Uh, gepaard ging met een hoop rechtszaken en wat onlusten. Uh, kleine onlusten, want ik blijf dat het kapitool dingen overtrokken vinden. Maar desalniettemin had het ook niet moeten gebeuren. Hij wordt vervolgens veroordeeld. Hij komt weer terug. En deze keer wint hij ook de popular vote. Wat zegt dat over de mensen die het verhaal tegenover hem hadden moeten neerzetten? Dat ze er niet toe in staat zijn. Dat ze het niet weten. Dat ze... En dat was, dat was ook. Daar wil ik nog even op terugkomen. Dat stuk over bullshit en liegen. Dat. Uh, uh, Oh fuck, nou ben ik hem weer kwijt. Met arm, omlaag, met het? arm omlaag, arm omlaag. Ik zag zoutvlekken. <laughs> zoutvlekken onder, onder mijn 15 jaar oude, veel te krappe t-shirtje. Welk punt wil je maken, Bart? Over, uh, over bullshitten en liegen. Ja, nou verdomd, nou ben ik hem weer kwijt. Ja, het, het was... Nee, lul er maar even overheen, ik kom er zo nog wel op. Anders dan stilte, dan vullen we de tijd. Nou, in misschien, de misschien in Nederland Jimmy Dijk. Hè? Zullen we dat als hoop op links uh, even benoemen? Dat hij in ieder geval het wel over integratie durft te hebben. Een verboden woord, verder op links. Ja, uh, SP-leider SP Jimmy Dijk begon, inderdaad over, uh, begon daar inderdaad over eerder deze week... dat er iets aan immigratie gedaan moet worden. Ook overigens de ChristenUnie. Integratie vooral trouwens, integratie. Ja, Want dat is op en, een of andere manier, dat is een heel normaal woord... Maar dat op een of andere manier is dat geen woord meer. Tot nu dan, nu Jimmy Dijk terugbrengt. Waarom is dat geen woord meer? Dat is toch heel belangrijk? Uh, omdat het, uh, omdat het, omdat het, niet, omdat het niet, niet slaagt. Het is uit het discours verdwenen, omdat het, omdat het niet werkt. Omdat, uh, omdat er geen sprake is van integratie. Dus hebben degenen die er eigenlijk verantwoordelijk voor zijn. Uh, op, op tamelijk subtiele en soms wat minder subtiele wijze ervoor gezorgd dat überhaupt en naar vragen al uh, een soort van sociaal bestraft kan worden. De SP heeft een historie dat ze in de jaren tachtig ook al heel sterk waren op uh, het weren van te veel arbeidsmigranten, omdat dat lonen drukt. Omdat mensen uit goedkope landen binnenhalen en ervoor zorgt dat mensen uit eigen land uh, en ook die mensen uit die andere landen gewoon voor weinig geld aan het werk gaan. Want als er voldoende arbeidsaanbod is... Dan hoeft de loon er niet omhoog. Als je te weinig arbeiders kan vinden, moet je ze meer betalen om ze aan het werk te krijgen voor je. En dat is, uh, dat, dat, dat is waarom de SP van oudsher eigenlijk een beetje migratiekritisch is. En nu dus misschien ook uh, denkt dat het integratiespoor wel een vraag is die je moet stellen. En dat was het ding met de bullshit en de leugens. Trump zorgt met zijn bullshit uh, dat die onderwerpen. Toen hij het had over de eating the cats en de eating the dogs, dat was niet per se feitelijk waar. Het is mogelijk één of twee het was mogelijk één of twee keer wel gebeurd, het is uitgezocht ja. hè. Alleen het was niet zo dat alle Haitianen ineens allemaal huisdieren aan het eten waren. Maar omdat hij dat te berde bracht, werd er een onderwerp naar, naar voren geschoven. Namelijk de immigratie en de ongebreidelde immigratie uh, in Amerika. Dat open grenzen ding waar die democraten het eigenlijk helemaal niet over wilden hebben. Maar omdat hij het over het opeten van honden en katten begon, moesten de Democraten wel zeggen: ja, wat heeft hij hier nou weer voor onzin te pakken? En vervolgens gaat het onderwerp toch over daar waar de Democraten het niet over willen hebben. En zo gaat het in Nederland natuurlijk ook een beetje met de islam, de islamisering, integratie van moslims, van het islamitisch gedachtegoed, om het niet te veel op mensen te richten, maar op, op, op waarden. Bij waarden te houden. En dat is een beetje uit het discours verdwenen, omdat ook links wel weet dat. Ten eerste hebben zij daar niet zo'n trek in, want die zouden net zo lief de Westerse geschiedenis schrijven. Hebben we inmiddels de afgelopen jaren wel gezien. Om ons de bad guys te maken. Maar ze weten ook wel dat het waarschijnlijk niet gaat lukken. Dus dan moet je er je als politicus ook niet aan willen branden. En zo verdwijnen dat soort onderwerpen uit het gesprek en uit het politieke discours. Maar niet uit het publieke sentiment. En dat zie je terug in een stem op Trump. En dat zie je terug in, een, in 37 zetels voor de PVV. En dat zie je in heel Europa, waar Orbán zich uh, stevig weet te houden in Hongarije. Uh, waar de Duitsers steeds rechtser gaan stemmen, waar Meloni in Italië van profiteert, waar de Zweden nu zelfs strenger asielbeleid op aan het vormen zijn, en, uh, waar de, de Britten een Kemi uh, Bade nog uh, op kiezen, die een uh, Nigeriaanse achtergrond heeft zelf, maar gewoon heel duidelijk zich voor westerse waarden profileert en ook zegt: de manier waarop de migratie in Engeland nu gaat is onhoudbaar en moet worden gestuurd. Uh, en dat dan bij de NOS vervolgens mensen zich afvragen hoe het in godsnaam mogelijk is dat een zwarte vrouw dit soort retoriek bij de conservatieven wil verkondigen, zegt meer over het gesloten wereldbeeld en het bord voor de kop van dat soort mensen uit dat soort bubbels dan dat het zegt over wat er leeft onder een breder publiek. Iets wat de conservatieven die enorm op flikken gekregen hebben in Engeland bij de laatste verkiezingen. Lijken te doorzien en daarom kiezen voor iemand die dat verhaal wel wil vertellen. En in de tussentijd mag Keir Starmer, de huidige Labour-premier van Engeland, eerst uh, het volk nog zagrijniger maken over de onwil om er iets aan te doen. Zodat die conservatieven straks samen met Nigel Farage makkelijk de, de, het, uh, het lagerhuis weer terugpakken. Hetzelfde verhaal, die hebben Sorry. ook geen verhaal. Ook daar is nee. er geen verhaal. Is dat wel grappig, hè? Uh, dat was met Kaag, hè? Kaag werd door iedereen... Oh, Kaag, Kaag, Kaag. En vervolgens zijn er andere succesvolle vrouwen... als uh, Caroline van der Plas of nota Notabene een niet-westerse achtergrond. Maar ja, dat zijn dan weer niet de goede vrouwen. Oh. En dat is oh. altijd zo, hè? Je moet wel vrouw zijn, maar je moet wel een goede vrouw zijn. Je moet wel een Hillary Clinton zijn. Of een, of een, uh, of een Kaag. Anne uh, vrouw... Bananega van Ja21 is ook half Indonesisch. ja. Zo, is ook niet helemaal Nederlands. Ook niet helemaal, uh, ook niet helemaal blank, autochton, et cetera. Maar dat is ook een foute vrouw. Maar ze is een foute vrouw. Dus, uh, maar dat, het, is, het is allemaal zo doorzichtig, weet je wel? Alsof, alsof elke vrouw links is. Dat is ook helemaal niet waar. Ja. Oh. Ik, ik, ik zal weer een, een tweetje in die categorie voorlezen. Uh, van Andries Knevel. Uh, ah, Andries. Leuk uh, Ja, Ja, oude EO-journalist. Uh, inmiddels met pensioen, geloof ik. Hoewel die nog, uh, nou, hij doet nog radiopresentator is, zie ik in zijn twitter -bio, maar... Die zei die twittert ook. Ik ben niet blij met Trump, maar vandaag is wel de dag van het falen van Amerika. Deskundigen, activistische journalisten, linksliberale media en al die anderen die vanuit ideologische vooringenomenheid de plank weer misloegen. De druiven zijn zuur. En uh, zo heb ik er nog een. Een P. Van die het wel snapt al een paar jaar en daarom verketterd wordt. Uh, ene Ronald Plasterk uh, die had Rob Jetten, die tweet van Rob Jette geretweet met uh, het best wel stekelige zinnetje. Als er nu een voorstel zou liggen om het algemeen kiesrecht in te voeren, zou D66 tegenstemmen. Als je precies weet hoe alles moet, is het alleen maar lastig dat kiezers iets te zeggen hebben. Dus je ziet er je ziet echt wel lampjes branden aan die kant. Dat hele vrij links drijft daar een beetje om rond die eerder genoemde Marieke Hooghout, Femke Lakenveld, Editor Stal. Uh, die worden op, uh, op, op klassiek links zeg maar, worden die constant verketterd en, en tot extreem rechts gebrandmerkt. Maar dat zijn mensen die... Uh, die dit ook allemaal zien en voelen. en die zichzelf ook met enige schaamte soms tot, tot geen stijl bekennen. heb ik al een hoop van dat soort mensen meegemaakt. en nu ook zeggen van ja, Trump, geen fan. maar snap het wel. En dat, ik, zit ook, ik vind mezelf ook nog steeds een beetje in die hoek zitten. want ik vind Trump vermakelijk. maar ja, het, het was toch wel beter geweest. als er een betere kandidaat was geweest. ook aan de Republikeinse zijde. maar wat hij adresseert. en hoe die daarmee engageert. Ja, dat begrijp ik volkomen, dus het is niet raar dat hij ermee kan winnen. Even kijken, heb ik nog meer van dit soort. Ja, hier een Amerikaan die ik verder niet ken, uh, maar wel iemand met veel volgers, Sean Johnson heet hij. I voted for her, I think he's a bad guy. But if you lose the Senate, House, Electoral College and popular vote, and you think the lesson is half the country is racist, sexist, homophobic, transphobic and stupid. Wrong lessons. En the same thing will likely happen in 2028. Met andere woorden, die ziet het ook, maar die verwacht ook niet dat er een verbetering zal komen. Aan de Democratische Partij. Aan de Democratische Partij. Dat is dat zelf in zich, dat ja. wil maar niet. Want ze hebben zich zo zal Er zijn wel steeds meer stemmen die dat dus wel hebben. Dus misschien dat het wel schip gaat keren. Uiteindelijk kan, zal dat Timmermans een keer kan gebeuren, toch denk niet ik. Volhouden. Ja. Timmermans kan dit toch niet blijven volhouden door te gewoon niet over dit soort onderwerpen te praten. Kan toch niet? Nou. Ja, zolang zij, uh, hij als PvdA geketend is aan GroenLinks, kunnen ze dat langer volhouden dan goed voor ze zal zijn. Ik, het verbaast me vooral een beetje dat deze 66 zichzelf niet uh, losmaakt. Opheft. Ja, ze kunnen weg. Ook, Opheft. Maar... Wat echt werkelijk. Alles waar die partij voor stond is nu weg. Jij hebt het, jij hebt het meegemaakt bij Geestel. Jullie hadden geen pijl en daarna werd het referendum afgeschaft. Gekozen burgemeester, weg. Partij voor, onder, voor het onderwijs. Studenten moeten lappen. Waarom bestaat die partij nog? Ja, en, en waarom weten ze zichzelf niet los te maken uit hun, uh, uit hun eigen navel? Waarin ze zich uh, verzopen hebben met, met dezelfde retoriek, eigenlijk die ergens tussen de PvdA en GroenLinks inhangt. Ja, ik denk dat, je, dat ik morgen de partij als... D67 kan oprichten. Precies dezelfde standpunten kan hebben als D66 vroeger. En ik denk dat ik een enorm electoraat heb. Dat weet ik zeker. Dan ben ik voor... Al die dingen waar ze voor waren, was supergoed. Hebben ze allemaal weggegooid. Ja, en niet alleen hebben ze het allemaal weggegooid. Ze hebben ook iedereen die, uh, die daar vragen bij stelde, gebrandmerkt als populist en radicaal rechts. En, uh, ik, want ik weet, niet, ik, ik weet niet of je dat ook al opgevallen is, maar je kan geen media meer lezen of het gaat over linkse partijen of progressieve partijen. Tegenover extreemrechtse partijen of radicaal rechtse partijen. Er is geen gewoon rechts meer. En zelfs het woord conservatief wordt al uitgesproken, alsof ze binnen, binnen, binnen het mond aan het overgeven zijn. Alsof een conservatief wereldbeeld een soort uh, strafbaar feit is wat ook uh, neigt naar... Uh, natuurlijk zijn er... Ook hier wederom, de conservatieve opvatting over uh, abortus is niet de mijne. Maar het is een legitiem standpunt. Of je het nou leuk vindt of niet. En je moet daar dan over kunnen praten zonder de houder van dat standpunt meteen neer te zetten. Als een soort uh, uh, middeleeuwse religiek. Dat mag je alleen met uh, islam doen. <laughs> <laughs> want daar maar zijn die ook progressieven. Uh, nou ja, ja, zeker. Ja, de, hey, islam en, en, en westerse waarden houden elkaar in de houtgreep natuurlijk. Want als de radicale islam zich iets... Uh, uh, als radicale islam zich doet gelden met aanslagen... en uh, nou, zoals de moord op Van Gogh, maar ook uh, recenter uh, dingen in Duitsland. En nu blijkt ook dat die Southport, uh, jonge meisjesmoordenaar in Engeland... dat die toch ook uh, Al-Qaeda-materiaal in huis had... Dan vragen wij ons steeds af waar de gewone moslim blijft, zeg maar. Want het heeft allemaal niks met islam te maken. Maar je hoort de gewone moslim zich er ook nooit tegen uitspreken. Maar die zit tegelijkertijd hier ook in een westerse cultuur. die niet openstaat voor kritiek op de islam. We zouden zelf bij westerlingen, niet-islamitische westerlingen. luidkeels moeten verkondigen dat de islam een. Uh, een, een ideologie is die opvattingen koestert die niet verenigbaar te zijn met vrije westerse liberale waarden. En daarmee ook moslims, die misschien zelf ook wel zich een beetje los willen maken uit hun eigen islamitische dogma's, uh, 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 een vrijheid en een ruimte moeten kunnen bieden om zich uh, uh, met ons te verenigen. In plaats ja, van dat en... wij nu uh, dat niet doen en, en degenen die het proberen te doen worden gebrandmerkt als racist, waardoor die, die, die gematigde moslims die echt niet staan te juichen voor aanslagen. Ook niet uit zichzelf gaan zeggen: van, uh, nou weet je wat, ik, ik ga wel uh, inbreken in mijn eigen religie. En, en ik en weet precies, historisch gezien, de partij die dit moet doen, en dat hebben ze bewezen met het christendom, de VPRO. Dat zou toch <laughs> fantastisch zijn? Hè? Als de VPRO net als ze vroeger bij het christendom, want, och, de, de grappen konden niet hard genoeg zijn over die christenen. Dus uh, laten ze de ja. mantel maar weer oppakken. <laughs> Ook dit, ook dit Ja, zo kun je het, waar ik net de tijdlijn 20 jaar terugtrek naar Vergoog, kun je de tijdlijn misschien wel nog 20 jaar naar daarvoor trekken, misschien wel 30 jaar naar daarvoor, toen Links nog wel een verhaal had en wist welk verhaal ze moesten vertellen tegenover dat soort conservatieve waarden. En datzelfde Links, of in ieder geval het Links wat daaruit is voortgekomen, zijn nu degene die islamcritici verwijten dat ze racistisch, extreem rechts islamofoben zijn omdat ze zelf ook het niet aandurven om dat geloof aan te pakken. Maar ook omdat ze, die arme, die arme, omdat ze gewoon een beetje minderwaardig denken over mensen die de islam aanhangen. Die achten ze niet in staat om zichzelf te verdedigen, zichzelf te beschermen. En als er dan een zwarte vrouw ineens leider van een conservatieve partij wordt, dan zijn ze bij de NOS de eerste om hard op de verbazing uit te spreken waarom een zwarte vrouw überhaupt conservatieve gedachten kan hebben. Hoe kunnen die mensen van kleur dat eigenlijk? Hè? Wat raar. <laughs> hebben die hebben ook ze dat talent? zelf bedacht? Kunnen ze dat? Die... Die... Zijn die de ten gevallen aan de rattenvangers van extreem rechts? Ja, was er ook met Rob ah, Jetten toen, dat die, uh, hoe heet die vrouw, nummer twee uh, van groenlinks van Dat hij uh, zei... Esmalala. Esmalala, dit is Esmalala. Zij heeft een hoofddoek, en echt zo wijze zo. Hij heeft later wel sorry gezegd, maar dat vond ik ook zo tenenkrommend om te zien. Ik nog even, even terugkomen op wat je vraagt, wat er nu gaat gebeuren. Dat, dat ja, dat wilde dat blijf... Jij wilde niet voorspellen. Nee, dat blijft koffiedik kijken, maar ik bedenk me ook ineens dat ik bij deze ronde Trump wel um, meer mensen, openlijk, meer mensen met een positie, dus die iets te verliezen hebben, openlijk heb horen beschrijven wat uh, er niet goed is aan de Democraten, waar de Democraten eigenlijk de damwand zijn in de, in de vaart en vooruitgang. En dat zijn mensen als Bill Ackman, uh, wat gewoon een steenrijke uh, investeerder is. Maar ook iemand als Elon Musk, die natuurlijk hij is een beetje een malle man, sure. Maar die heeft zich wel enorm gecommitteerd aan die Trump-campagne. Had dus ook enorm op zijn bek kunnen gaan. En zo zijn er uh, op verschillende niveaus uh, mensen van invloed en belang. die uh, misschien niet all out Trump gingen, maar zich wel openlijk kritisch uitlieten op Harris en hoe de democraten het behandelden... en daardoor een beetje het midden gingen zitten. En sommigen zijn uiteindelijk gewoon gekanteld naar Trump. En uh, tegen de media ook heel veel. Je ziet heel veel uh, 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 grote namen die zich keren tegen hoe ze door de media zijn voorgelogen... met name in de, in de Biden-situatie. Uh, omdat het voor hun toch een soort openbaring is gebleken van... ja, oké, okay, we zijn echt voor de gek gehouden en nu zitten we met de puinhoop. En ik denk dat dat misschien kan helpen om de boel een beetje in een soort... Uh, stabiel ding te houden, want toen Trump in 2016 won, had hij echt alles en iedereen behalve zijn eigen achterban tegen zich. En zijn eigen achterban is een, een, een dat zijn Amerikanen met relatief weinig invloed, armere mensen, lager inkomens, middeninkomen, kleine ondernemers, uh, uh, boerenstaten, niet de, de koersbepalers met veel geld op machtige posities. En als hij er daar nu iets meer van heeft, en hij heeft natuurlijk ook Tulsi Gabbard uh, bijvoorbeeld aan zijn zijde gekregen vanuit de Democraten, en ook die malle RFK Jr. Die een beetje gek, is, maar ook niet helemaal. Dus, nou, hij is tegen de vaccins zit... en hij krijgt een rol in de, in de regering. Uh, dat niet ja, te wachten. Nou ja, goed. Ja. Ik zeg ook een beetje gek, maar ook niet op alles. Ik ken hem niet goed genoeg om er iets zinnigs over te zeggen. Ik hoor, uh, hij is, is ook tegen polio-vaccins. Hij zegt alles. Ja, vaccins. ja. Hij, ja dat, dat is helemaal inderdaad. Dat je na de coronavaccins ineens tegen alle vaccins bent, dat is een beetje. Dat iets iets over, iets over dorst. En gevaarlijk, ja. vind ik, voor heel veel kinderen in de VS. Als je, als hij ja, als je, als je als dat gaat. Als je een minister van Volksgezondheid zou maken, dan, nou, dan zou ik... Het hem schijnt ook zo te maken. zijn dat ze, Trump heeft niet gezegd dat hij hem minister van Volksgezondheid gaat maken, maar hij heeft gezegd, ik geef hem een rol binnen de gezondheidszorg. En dan zeggen mensen op links, zeggen, ja, dat is omdat uh, die JFK die gaat nooit uh, gevet worden om, uh, voor oh, een ministerspost. Oh, zo. oh ja, je kan makkelijk iets beloven als het toch niet uh, door de ja, komt, zeg maar. is. Voilà. Ja, nogmaals, precies. Nogmaals, ik ken hem niet goed genoeg om daar... Uh, ik heb hem nooit van nabij gevolgd omdat ik hem een beetje mal vind. En, hij was natuurlijk altijd een sideshow als in de primaries, want hij wilde president worden voor de Democraten. En ik volg nooit zo die sideshow-types, want die worden uiteindelijk toch niet de kandidaat. En zo nauwgezet volg ik die verkiezingen nou ook weer niet altijd. Maar omdat er dus wel zoveel mensen zijn in een wat breder kader die invloedrijk zijn op bepaalde plekken, waarbij Musk. Natuurlijk, de meest opvallende is, maar ook degene is die Amerika, hoe je het ook. Kijk, wat je ook vindt van zijn aankoop van X en zijn gedrag op zijn eigen platform. Hij kan wel raketten lanceren en op dezelfde plek weer de boosters laten landen. Dat is het toch een, een teken van technologische vooruitgang. waar de EU zich in ieder geval niet aan kan meten. En waar China ook nog niet op ingelopen is en waar Rusland nooit meer komt. Dus dat soort dingen, als, als je daarop kan focussen, als je die. Uh, vooruitgangsdrift. En als, als Trump dan ook die tarieven, die importtarieven die hij op de Chinese wil gooien uh, nog waarmaakt. Daar hoor je uiteenlopende dingen over of dat nou wel of niet goed voor de economie zou zijn, daar heb ik geen verstand van, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar het klinkt in ieder geval als een soort constructief plan om Amerika inderdaad weer een beetje great te maken. En uh, Trump zei in zijn victory Speech zei die uh, promises made. Uh, will be promises kept. Nou ja, daar kun je natuurlijk uh, enorme vraagtekens bij zetten, want dat geldt voor alle politici die beloftes doen. En, en zeker bij bullshit-artisten zoals Donald Trump. Maar er zitten nu wel wat mensen om hem heen, waar, ook waarvan hij zelf zei, in 2016 wist ik niet waar ik binnenliep, had ik allemaal mensen om hem me heen die allemaal sukkels en pritsers bleken en uh, verkeerde mensen meegenomen, dat ga ik nu beter doen. Dus hij, ook hij is zich ervan bewust dat hij zich moet omringen met betere mensen dan de vorige keer. Dus ik denk dat het in dat opzicht... Uh, nou, ik ben benieuwd. Ik, maar in ieder geval niet bang. En ik denk ook niet dat er reden is om bang te zijn. En ik hoop dat ik op die woorden nooit terug hoef te komen. En ik vind het al erg genoeg dat ik eigenlijk die disclaimer soort van maak. Ja, maar dat hou, is elkaar, vast, een, hou nou elkaar vast, Bart. Ja, hou elkaar vast. Nou dat is misschien omdat ik uit, uit beroepsverplichtingen als het ware... wel al die headlines heb gelezen waarin staat dat de wereld morgen vergaat... en anders overmorgen wel. En dat gaat misschien toch ergens een beetje onder die huid zitten... terwijl ik er voor geen seconde in geloof. Maar goed. Als de wereld over gaat, dan is het omdat Iran kernwapens op Israël gooit. En ik hoop dat Amerika dat gaat voorkomen. Dat de Abrahamakkoorden weer worden aangetrokken, die door Trump destijds gesloten zijn. Iran terug in zijn hok geschopt. En wie weet krijgt die Zelensky en Poetin wel aan de tafel om toch op een of andere manier een streep op de kaart te trekken. Van dit is voor jullie en dat is voor jullie. En nou ophouden met elkaar in die gehaktmode gooien. Zou fijn zijn, want ik ben er echt zo moe van van die oorlogen. <laughs> ja, slaap je er slecht van? Nee, ik, nee, ik slaap er niet slecht van. Ik vind het gewoon vermoeiend. Dus dat is, dat is dan wat, wat ja. het mij raakt. Moet je ja, moet je eens voorstellen nee, hoe het in, is, is in zijn loopgraaf. Ja, ik wou net zeggen, er sterven mensen in de loopgraaf en Peter wordt er moe van. Ik, be ja. ik besef de ironie. Maar um, dankjewel Bart voor dit gesprek. Had je nog een final thought? Of, uh, uh, we wel, even uh, kijken, ik heb nog wat tabbladen openstaan. Had ik nog iets wat ik voor wilde lezen uit uh, Twitter? Uit <laughs> zuur Twitter. Zien ja, links, links. ja. Ik, nee, nogmaals, ik vind het relatief meevallen. Ik heb uh, uh, grotere uitbarstingen en uh, meer bittere tranen gezien. Uh, in, zeker in 2016 en bij andere gelegenheden. Dit maakt het een Ja, en de columns moeten nog komen natuurlijk. Hè. De komende dagen en weken zullen de kranten en de media wel weer volstromen. met uh, zeiknatte, van, van tranen doorweekte blaadjes. Uh, en dan zal er wel weer een hoop te lachen zijn en een hoop te grinniken. Leuk voor uh, de podcast. Ja, precies. Ja, we kunnen bijna net als Bert en Roderick in de TPO-podcast een soort woke week doen. Maar dan niet, niet hun woke week kaperen. Dat gaan we natuurlijk niet doen. Hè? Dat is hun dingetje. Maar misschien wel even de komende weken een klein blokje inruimen voor uh, wat er nu weer over Trump voor, uh, voor waanzin en, uh, en, en sentimentalistische uh, uh, zelfbangmakerij wordt, uh, wordt opgeschreven. In de hoop dat, dat ze iedereen kunnen besmetten met hun eigen angst voor. Uh, voor een, voor, precies, voor een bullshitter die. Uh, die, die, die leren die, die een dictator is. van de VS maakt, dat is hun angst. De, de, de ja. autocratie maakt van de VS, dat is hun angst. Tucker, Tucker Carlson had een quote om mij af te sluiten. They say Trump is out of control, but he's not. He's just out of their control. En zo voelt het een beetje. Ik, als we iets gezien hebben de laatste jaren, ook in Nederland, is hoe klein eigenlijk de, de elite is uh, om die, die een soort greep op een narratief probeert te houden via de media, culturele sector, televisiezenders. Uh, mensen zien steeds beter, denk ik, hoe klein dat groepje eigenlijk is en dat ze best wel een beetje uit hun posities geduwd kunnen worden of in ieder geval minder invloedrijk gemaakt kunnen worden. En dat vind ik hoopvol. En Trump is een uiting van de, van de hoop dat dat kan. Van het, van, van het bewijs dat dat dus kan. Bart dat, dus, ze, ze hebben deze alles. They threw, they threw everything in the kitchen sink at him again. En de man staat nog steeds na alles wat hij over zich heen gekregen heeft. En hij wint en hij pakt ook de popular vote. En dat laat zien dat de macht van de media. en een bepaalde hoek van de gevestigde orde. Uh, niet meer de invloed heeft die ze zouden willen hebben, die ze dachten te hebben. En waar mensen gewoon niet meer intuinen. En dan uh, slaat de pendule weer de andere kant op. Want de Republikeinen hebben natuurlijk ook nog oude macht en oude hoeken van macht. En dat zijn ook allemaal uh, politieke opportunisten en cynische smeerlappen. Dus uh, deze ronde is uh, misschien voor de mensen die Trump niet haten en wel grappig vinden. En de volgende ronde zal weer voor de ander zijn. Maar, voor Piet ja. Puddegec, ik blijf het zeggen. En wij zijn de enige twee Nederlanders, Bart, die zijn naam goed uitspreken. Piet Boeder. Ja. ja, want uh, ik hoor dat wel eens door Charles Groenhuis of wie dan ook. Dus ze kunnen het allemaal niet. Je kunt gewoon een keer naar een interview met hem luisteren dat hij zijn naam zegt en dan weet je, het is Edge Edge. Maar dat, ja. zelfs journalisten zijn daar vaak te lui voor, want niemand spreekt zijn naam goed uit. Wie is er? Ja. Charles Groenhuizen was ook iemand die uh, wel weer uh, de zogenaamde Amerika kenner van 168 jaar oud, die al vanaf het uh, Amerikaanse Civil War verslag doet van de <laughs> Van nog George steeds, Washington. Ja, die, die nog, steeds, uh, nog steeds denkt dat het land uh, ieder moment kan instorten. omdat Donald Trump heeft gewonnen. Nou ja, dat, het is de ontmaskering van de Amerika-kenners. zoals uh, wel vaker. Hij had een Ik dubbel ben, uh, interview met, uh, met Remo Mens. En daar werd ook zoveel zichtbaar. Dat Remo Mens kijkt gewoon naar de feiten. en Sjouw Groenhuizen kijkt naar zijn Democratische Partij. <laughs> dat is gewoon het verschil ja, ja, tussen die ja. mensen. Terwijl, en dan moet je nagaan dat Sjouw Groenhuizen. begin van de eeuw nog bekend stond. als een soort rechtse uh, verslaggever voor de NOS. Ja? <laughs> Het oh, is dus ja. lang geleden. Maar goed, het was Hij was een beetje een Reagan-achtig. Hij was nooit vies van Reagan. Wat terecht nee. is, want Reagan was ook niet iets om vies van te zijn, denk ik. Maar daardoor stond hij altijd bekend als een beetje een pro-Republikeinse verslaggever. Oh, wat grappig. Nou, maar goed, je... toen was hij nog maar 70, hè? Charles. Ja. Toen ja, ja, Reagan precies, ja. regeerde, het is dus lang geleden. Ja. Hij kan ja. zich nog herinneren dat het uiteindelijk de, het waren de Republikeinen waren die de slavernij afschaften. En daar is hij ze misschien altijd dankbaar voor gebleven sinds de dag dat hij erbij was toen dat gebeurde. <laughs> Hoe ja. is het eigenlijk met Max Westerman? Waar is die gebleven? Godverdamme. Die Tundebeurt. Die Tundebeurt. Nou. Die, lijkt die, die, <laughs> maar, uh, die okay. was van RTL, toch? Ja, die was van RTL. Hoe is het eigenlijk met Max Westerman? Goed. Um, zullen we een keertje pluggen dat je kan doneren aan deze podcast, Bart? Ja. Dat kan is onder in de beschrijving. Zullen we een petje verloten onder uh, wie doneert? <laughs> nou, ik hou mijn makkap een aan de noef. De mijne, hè? Mijn Holy oh, hell, Um, heel erg lief dat je weer hebt geluisterd naar de Bouw Nijverheid Podcast. Dank daarvoor. Laat ook even een vriend of vriendin of familie het weten dat deze podcast bestaat en dat jij het een leuke podcast vindt. Je kunt het ook laten blijken middels een review in Spotify. Kun je vijf sterren geven. En even een kleine tip van mij: je kunt abonneren bij ons op Spotify. Maar druk ook even op het belletje, want dan krijg je een pop-up als er een nieuwe aflevering verschijnt. Dus abonneren is niet genoeg. En als je volgt via Bart zijn, uh, nieuwsbriefje, dan uh, kun je ons ook zien via video. Nou, heb ik alles gerucht? En... Ja, en ik heb daar nog één hele kleine toevoeging aan. Uh, ik had de RSS-link van de Spotify van mijn Substack eruit gegooid... omdat jij de podcast op jouw uh, Spotify zet. Maar op een of andere manier blijft Substack die er terug in gooien. En ik ben er nog niet uit hoe ik hem voorgoed kan slopen. Dus het klopt, mensen, als jullie hem twee keer in Spotify zien staan... dat uh, is de twee schot van Substack. Ja. ja, er zijn twee feeds en ik krijg het op een of andere manier nog niet kapot gemaakt. Dus uh, dat kapot. Is ongetwijfeld aan mij... Maar uh, uh, tot die tijd geef ik Subsec de schuld. Ja, heel goed. Je had trouwens heel veel nieuwsbriefjes deze week viel me op. Ik had, uh, ja, ik had een paar. Uh, ja, daar hebben we het niet eens maar over uh, gehad. En dat hoeven we nu ook niet meer per se te doen. Maar ik had uh, een paar aardige lekjes op rij, inderdaad, ja. Dus uh, ik heb even doorzitten tikken. Hartstel maar uh, ik, uh, dit weekend doe ik rustig aan, want het was uh, een drukke week. Ook nog uit van Amberong is 65e verjaardag gevierd. Ik ga even een paar dagen bijkomen. Heel goed, gaan en, uh, we dat lekker doen. Rustig... Rustig de liberale tranen over Twitter laten, laten over, over mijn schermpje laten rollen. Terwijl ik uh, de timeline refresh in de bank bij de open haard. <laughs> met de hondjes. Met een, gezellig, met een gezellig muziekje aan. Hartstikke goed. Luisteraar, bedankt voor het luisteren en tot de volgende week. Tot volgende week. Houdoe.